Erg leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video. En in deze video laat ik zien wat er allemaal in mijn grote toilettas zit. Ik heb deze tas in een van mijn vorige video's al laten zien. En ik heb geluidjes gemaakt met deze tas. En toen zei ik al van misschien kan ik ook een keer laten zien wat er in deze tas zit. Dus bij deze ga ik dat vandaag doen. Iemand schreef ook al in de comments van het lijkt wel geen toilettas, maar een toiletcaravan. Ja, inderdaad. Dat lijkt hier wel een beetje op. Nou, ik ga hem openmaken. En dan ga ik laten zien wat hier allemaal in zit. Het is eigenlijk een beetje een soort die ik niet elke dag gebruik. Dus ik ga hem openmaken. Ik zet hem een beetje aan de zijkant neer. Als je dit nou een leuke video vindt, geef me dan alvast een duimpje omhoog. En abonneer op mijn kanaal natuurlijk. We gaan al richting de 5000 abonnees, jongens. Zo. Geleden naar een workshop geweest van Charlotte Tilbury.
moest ik nog wel wat bijleggen, maar ik had zo zin om iets luxe te kopen. En ik hoefde er gelukkig niet veel bij te leggen, dus ik dacht, waarom niet? Nog een leeg doosje. Van Essence.
Schaduwbeletje in de nieuwe.
oogschaduwtje van Catrice in de kleur. In de kleur. Ja. Ook Casanova. Maar die heb ik ook al heel erg lang. Dan heb ik nog een bronzing powder van de DA. Dit was toen ook van een soort van een hype, omdat die op de Shimmer Bricks lijkt. En hij is inderdaad wel heel erg mooi. De Bobbi Brown Shimmer Bricks. Zoveel nude kleurtjes.
Yes. Super, super.